De laatste wens van Marcella Mennis uit Elburg, trouwen met haar grote liefde Jeroen, gaat binnenkort in vervulling. Marcella heeft acute leukemie en ze wordt niet meer beter. Ze heeft nog een paar weken, misschien maanden te leven. Toch besloot ze Jeroen te vragen. En dat kwam dan ook als een grote verrassing. Gisteren tijdens een boottochtje op het IJsselmeer. Want toen vroeg ze hem. En hun zesjarige zoontje Sven was er ook bij. Het gezin heeft een moeilijke tijd achter de rug. Ik heb 3 jaar geleden leukemie gekregen. Ik heb stamceltransplantatie voor gehad. Was goed aangeslagen. Ik heb daarna heel veel problemen gehad met organische problemen. En later bleek dat de ziekte weer terug was, een aantal weken terug. En dat het niet meer te behandelen is. Dus ja, en hoe lang ik nog heb, dat weten we niet. Het kan nog een paar maanden zijn, maar het kan ook een paar weken zijn. Dat weten we niet. De Stichting Vaarwens heeft mij deze dag vrijwillig aangeboden om dus wat leuks te gaan doen. Mijn gezinnetje. Dus dat is speciaal om toch voor mij het leven een beetje af te sluiten. En ja, ik had dus mijn vriend nog ten huwelijk gevraagd. Zo van, ik wilde nog trouwen, dus dat had ik zo op deze dag mooi gepland. Hoe was dat moment om hem ten huwelijk te vragen? Spannend, maar het is mooi, mooi gelukt. Hij wist van helemaal voor niks, dus niemand eigenlijk. Hij had het ook totaal niet verwacht. En die kleine man ook niet. Ja, zei ze dat het spannend was, maar voor mij was het nog spannender. Omdat ik uiteindelijk helemaal nergens van af wist. Ja, met wat je afgelopen jaren hebt meegemaakt, wilde zij vooral Sven en mij bedanken. En dat er, dat er dan zoiets achteraan komt, is wel heel bijzonder. We kennen elkaar 28 jaar, veel meegemaakt. En dat het zo kunnen afsluiten is heel bijzonder.